Koos Moerhout, het heeft 38 jaar geduurd, maar hij staat weer op nul. Ja, 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 het is... Het moest een keer lukken. Alleen, dat zijn allemaal leuke bespiegelingen aan de voorkant. En die hebben we natuurlijk ook allemaal lang en breed gehad. Met wie favoriet waren, hoe de tactieken moesten zijn. En noem alles maar op, niet alleen namens Nederland, maar andere landen ook. Op zo'n parcours als dit, garanties heb je nooit. En er was kritiek op het parcours natuurlijk. Maar je ziet bij elke categorie die nu is geweest dat, dat de sterkste wel komen bovendrijven. En dat snap ik wel, dat niet iedereen dat een fijn parcours vindt. Voor ons ook om te volgen echt wel ingewikkeld. En om overzicht te bewaren voor een ploeg ook. Je zag gewoon volledige ploegen al voor de laatste 50, 60 kilometer uitgereden zijn. Nou ja, wij hadden gelukkig Mathieu en ook Dylan lang van tevoren. Uiteindelijk rijdt Mathieu weg bij de beste van de wereld op dit moment. En dan kun je niet anders zeggen dat je een verdiende wereldkampioen bent. Want hoe heb jij verder naar de koers gekeken? Hebben jullie alles gedaan wat jullie van tevoren wilden doen? Nee, zeker niet. We kregen met een aantal valpartijen te maken. Pascal Eenkoren die viel. Ik meen dat Daan Hole daar ook even nog bij zat. En Mick van Dijken. Dus ja, dat is ineens een hele hap uit je selectie die ineens in problemen zit. En dat zag je bij elk land. Degenen die in problemen zitten, die komen niet meer terug. Het tempo lag zo hoog, het was zo moeilijk om te passeren. En elke keer kom je weer achter een paar gelosten te zitten. En dan wordt er weer barrage gemaakt, je komt niet meer van voren. En dat heeft ons ook parten gespeeld in de breedte. Maar ja, goed... Aan de andere kant, de mannen die we van voren wilden hebben in de finale. En dat we ook al wel rekening hielden dat het een vroege finale ging zijn. Dat bleek ook wel zo. Die twee waren er. En als je dan een dag hebt zoals Mathieu hem vandaag had, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En dat gebeurde ook. Rijdt weg, wat je zegt, bij de beste van de wereld. Is de beste van de wereld. Neem ons eens mee in die laatste 10 kilometer. Hoe was dat voor jou achter en naast hem? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Kijk, bijzonder en dan zeg ik nog heel, heel bedeesd. Ik ben eigenlijk niet zo heel erg emotioneel, maar ik zat toch wel met tranen in mijn ogen. En we konden nog een paar keer bij hem komen en nog een paar keer met name aanmoedigen. Want de strijd was gestreden en vooral ook op het hart bedrukken van geen risico's meer. Nu veilig naar die finish. En dat deed hij ook. Hij heeft de laatste 7 kilometer ook niet meer echt aangedrongen. En hij had ook alle tijd om, wat dat betreft, om ook te genieten van zijn overwinning. En dat is als volgers ook fantastisch om te zien. Ja, en ja, nu, want hij wordt wereldkampioen, hij wordt zo gehuldigd dat volkslied gaat schallen. Ja, hoe ga jij dat met tranen in de ogen waarschijnlijk aanschouwen? Ja, bijzonder. Kijk, iedereen heeft zijn verhaal en dat heeft hij natuurlijk ook. Van de kampioenen zoals hij daar een van is, en dat mag je bijvoorbeeld ook een Pogacar bijzetten en een Van Aert en een Evenepoel. Er wordt altijd maar verwacht dat die mannen het wel even gaan doen. En zo simpel is het nooit en zo vanzelfsprekend is het nooit. En de wielersport is ook wel zo'n sport van, vandaag hebben we gewonnen, volgende week is er weer een wedstrijd. Dat we heel snel doorschakelen. Maar hier moet je van genieten, want dit is een historische zegen. Geniet er vooral van, Koos. Dankjewel.